Geïnspireerd door zaken die spelen in de samenleving, ontwerpt Zwarte Hand iedere week een nieuw verkeersbord en gaat daarmee de straat op. Vandaag dit bord. Maar wat betekent het? Nou, iets onder de 12 jaar en dat je dus niet je hand mag vasthouden of zo. Kinderen kleiner dan 12 jaar moeten bij hun ouders blijven of zoiets. Je mag niet meer dan 12 kinderen bij je hebben. Verboden voor pedofielen. Ja, verboden voor kinderen is de eerste indruk, maar ik denk, pas op je kinderen of zo, ik weet het niet. Geen flauw idee. Het bord betekent volgens mij dat kinderen onder de 12 jaar dat die niet het strand op mogen. Inderdaad, meneer. Een stukje strand verboden voor kinderen onder de 12 jaar. En dat is hard nodig, denken sommige mensen. Want als je die ene zonnige dag in het jaar eindelijk lekker naar het strand gaat, wil je rust. Mag ik even vragen hoe oud je bent? 11. Mag je nog niet op het strand? Dus potten met 12. Ja, we gingen even een ijsje halen. Je ging een ijsje halen? Ja. Ja, dat vind ik heel vervelend. En jij bent 11. Bijna 12. Wanneer word je 12 dan? 15 november. 15 november. Dat is niet bijna 12, dat duurt nog een heel tijdje. Weet je wat het is, mevrouw? Ik doe op met mijn werk en ik mag hem gewoon niet toelaten. Het spijt me gewoon. We kunnen toch ook even mijn zus ophalen en dan daar gaan zitten? Nou, die vindt jullie wel. Hij mag gerust door, maar hij mag er niet op. Ik vind gewoon een stomme grap. Ja, het spijt me. Het is gewoon niet anders. Kijk, als ik een kind van 12 zou zijn en u zou mij verbieden om hier te zijn, dan zou ik juist ik zou hier gaan zitten. Ja. Ik zweer het je. Ja. En die mensen die het rust willen hebben, zogenaamd, ze zijn geen... Maar waar moeten die mensen naartoe dan? Die hebben toch ook een rust, of recht op een stukje rustig strand? Ze hebben toch een stukje waar ze rust hebben. Dan, toch niet als die kinderen er rondlopen te blaren? Dan moeten ze zichzelf maar ombaken. Weet ik veel. Met doeken, weet ik het al, met koptelefoons. Maar dan zien ze de zee toch niet? Het is een stom idee, een stomme grap. Ja, nee, er zijn ook wel irritante kinderen, maar dat... Ja, ik denk dat je toch een beetje moet proberen om elkaar tegemoet te komen. Ons krijgt ook de hele tent bij elkaar als het er niet zit. Dus ik vind het ergens ook wel begrijpelijk als mensen inderdaad er erg veel last van hebben. Ik heb ook last van kinderen die soms schreeuwend langs ons huis rennen. Dat ik denk van nou, moet dat nou? Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dan moet je een rustiger plekje zoeken. Dat vind ik wel. Nee, ik vind het echt heel ver gaan hoor. Ah, how old is she? 8. 8? 8. She's not allowed to go on the beach. Still 12 years. Ja, yeah? Oké. Okay. Bye-bye. Die kant recreëren of je kunt dat die kant recreëren voorbij het blauwe paviljoen. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Is goed. Ja, ik wens je nog een fijne dag hoor. Dag. Ik hoop niet dat u het vervelend vindt. Nee, ik vind het niet vervelend. Nee, hè? Nee, oké. Okay. Nee, geweldig. Het is een regel, maar geen wet, weet je. Dus in principe als ik moeilijk had kunnen doen, had ik gewoon door kunnen gaan. Maar ik had zoiets van, joh, laat maar zitten. Maar ik vind het wel een beetje een nare regel, maar ja. Ik ben niet in de moed om tegenin te gaan vandaag, dus vandaar. Weet je? Dus van, laat maar gewoon zo zitten.